Wethouder Stuyvenberg voor. Tuurlijk. Waar is het voor? Voor Star TV Rotterdam en de Kruiskade TV. Oké. Okay. Hey. Hoe is het om de burgemeester te vervangen? Die kon helaas vandaag niet. Hij doet het altijd heel graag hoor. Maar hij is ook een druk bezet man natuurlijk. Dus ik ben heel blij dat ik vandaag hier kon zijn. Ja, dat is weer heel anders dan normaal nieuwjaar, hè? Het is weer heel anders dan normaal nieuwjaar dit. Ja, het Chinees nieuwjaar, ja, ja, met die draken en zo. Ja, tuurlijk, dat is weer, weer iets. Normaal doen ze het aan de voorkant en vandaag hebben ze op het podium. Oh. En onze voorzitter, hoe vind je het? Ik vind het hartstikke goed gaan. Ik ben hartstikke blij. We hebben mooi weer, hè? Tweede jaar in deze opzet. Ja, inderdaad, ja. Het zonnetje breekt meteen door. Ja, moet ook. Het is ook een mooie dag vandaag. En morgen hoop ik. Hey, hoeveelste jaar is het na het Chinees nieuwjaar in Rotterdam? Met deze uitvoering ja. Onze stichting doet het nou een jaar of 8-9. Dit is onze 9e editie zo'n beetje. Hey. Ja, daarvoor, als we, Rotterdamse weten dat we zeg maar, de VCOR vroeger hier ook zeg maar, elk jaar Chinees nieuwjaar heeft gevierd. Dat hebben ze een paar decennia gedaan, denk ik. Op een gegeven moment hebben wij het over. Ja, het eerste jaar was op de Westersingel. Volgens mij. Dat was wel een poos geleden op de Westersingel. Met Rob Tak was dat. Ja, dat kan wel. Dat was de eerste waar ik bij was. Ja, een poos geleden. Ja. Hey, bedankt. En de wethouder nog heel erg bedankt. Natuurlijk, ja, graag. Ja. Veel plezier. Ja.